Om YouTube redenen hebben we maar even onze zwemkleding aangedaan. Ja. Hè? Gaan we even lekker bubbelen? Bubbles! I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Goedemorgen! Ik ben René, Sergio is lekker aan het werk. En Jessie Silver die zit bij mij achterin. Wij gaan vandaag lekker wandelen met de meiden van de zwangerschapsgroep. Super gezellig. Helaas kan niet iedereen vandaag. Maar ik denk dat dit wel iets is wat we er lekker in gaan houden. Gewoon afspreken met elkaar. Want we hebben super leuk contact. En ik kan toch een beetje sparren met elkaar. En informatie inwinnen over de situatie met onze baby's. Als het lukt ga ik vandaag ook nog even zijn paspoort ophalen. We zien wel hoe de dag loopt. We verzamelen bij Marije. En die woont me toch in een mooie wijk. Hè? Oh, dat zijn van die eensgezinswoningen. Echt allemaal nieuwbouw. Gewoon waar je dan langs rijdt. En dat je denkt, oh, hoe zou het er binnen uitzien? Ik kan vandaag kijken. Bijzonder, hè? Er is dus een pakketje binnengekomen, waar ik heel blij mee ben. Dat vind ik echt heel cool. En Sergio die vond hem echt belachelijk en overbodig. Nou, dat vooral, overbodig. Hij is ook echt heel erg overbodig, maar ja, soms dan moet je gewoon overbodige dingen kopen, gewoon omdat je er blij van wordt. Dus. Ik ga hem even openen. Oeh. Het ziet er zo mooi uit, hè? Pakking en zo. Dat je denkt, wat moet daar nou uitkomen? Oké. Ik krijg hem niet open met één hand. Yeah. Here we go. Wacht even, anders. Bos! Baby Bos! I love it. I love it. Kijk eens. Oh, dat is mooi, hè? Oh. Ja, hij vindt het mooi. Ja, we gaan hem even uitkoken en dan kan hij erin. Kan hij lekker gaan zabbelen. Nou, eens even kijken of hij zin heeft in een speen überhaupt. Het punt is wel dat hij eindelijk in slaap begint te vallen. Half open, half dicht. Ja, laten we maar even later. Hij heeft net zijn shotje, zijn boeken naar binnen gewerkt. Zoals je ziet. Beginnen zijn ogen al te rollen. Ja, precies. Zijn ogen beginnen te rollen. Het is gewoon, het valt niet elke avond hetzelfde natuurlijk. De ene avond kun je veel meer hebben dan de andere avond. En vanavond was hij na twee shotjes was hij al niet meer aanspreekbaar. Dus ja. Dus we hadden het over een zilveren speen en hij trekt gelijk zijn ogen open van wat? Wat? Waar? Hoezo? Zilveren speen? Die moeten we proberen.
is nog een beetje, echt een beetje wennen. Het heeft natuurlijk een nieuwe smaak. Heb je dat in het leven? Nee. Maar het is vaak ook eventjes... Zo mooi dat je hier weer spiegeling erin ziet. Nou, normaal gesproken wil hij toch wel graag meteen een spintje. Nou, hij plopte me zo uit. Ja, hij was wel op zoek naar zijn duim, dus... Nog even niet. Ik ben even gaan spieken op de kinderboerderij Pluk. Achter Malenstein. Daar zitten de twee varkentjes van een vriend van mij. Truffel en Knorrie. Wat hebben we hier zelfs? Ezels. Dag Knorrie. Dag Knor. Hoe is het? Jeetje Mina. Dag Knor. Ben je even hier? Ben je even hier? Dit is, als het goed is, een van degenen die bij ons... vriend thuis woonde. Maar ja, ze krijgen een baby, hè? Dus we moeten even ruimte maken. Oké, dat was hem toch niet. Ik heb het even gevraagd. Ik schrok me al kapot. Ik denk, dat is toch geen dwergvarken meer. Niet normaal. Oei, oei, oei. Nou, ik ga morgen misschien weer even kijken. Vind je dat leuk? Hè? Vind je dat leuk? Wat doet een nijlpaard nou hier zo in de dierentuin op de boerderij? Dat is een beetje gek, hè? Kies! Lach weg! Cassie is gewoon aan het slapen. Zo, ik ben gezellig met mijn beste vriendin. Kinderboerderij Pluk. Gezellig met onze kindjes. Vroeger speelden wij zelf met z'n tweeën. En nu zijn we gewoon met onze eigen kindjes. Oh, kindje is zo lachbekkie. Jess is nog een beetje te klein. Snel naar bad. We gaan lekker naar bad. Even bij oma, want die heeft een bad. Wij helaas niet. Dus om YouTube redenen hebben we maar even onze zwemkleding aangedaan. Ja. Ja? Gaan we even lekker bubbelen. Bubbles! Bubble, bubble, bubble. Babbel! Babbel! Wat een brul. Wat een idioot. Babbel, 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 babbel. Babbel, 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 babbel. Dat is lekker, hè? Zit de bubbels in slaap. Wat is dat nou? Wat is dat nou? Kijk, kijk, kijk. Hey, wat gebeurt er? De eerste keer is het rietjes in bad. Ja.
Aan de andere kant denk je, wie wil dat nou zien? Dat is toch leuk? Hé, lekker genieten. Hij is altijd zo stil in wat, hè? Oké, dames en heren, goedemiddag. We beginnen met de watertrappel. Handjes omhoog. En here we go. Twee, onloopplein. Zo, dit is alleen de warming-up. We gaan zo meteen wat dingetjes opduiken. Hij zit helemaal in zijn element in het water. Dat is echt zo fijn om te zien. Dat zou ik echt helemaal niks vinden. Als je dan zo'n kind hebt die gewoon net een bak is van water. En niks, die dan niks omgeeft om te ballen en te douchen en zo. Ik vind het ook echt chill gewoon zelf. Dat je gewoon met hem kan zitten. In ons ding is het toch onhandig in de douche en zo. Ja, dat is ideaal inderdaad. Er zit iets ergens op de plek waar je misschien eventjes een zwembroek aan heb. Kijk dan toch. Ja, kom maar hoor. Ik ben, schat, ben er weer klaar mee. Ik ga koken, ja? Ja, ik ga weg wassen. Oké. Okay. Laat dan. Kleiner dan Steven. Ik ben even aan het kijken wat ik van de toekomst kan verwachten van Jesse Silva. Ja, dat had je eigenlijk eerder moeten doen. Oké, ja, dat je nog terug kunnen. Ja, René. It's too late, baby. It's too late. Goedemiddag, we zijn in de mooie Tilburg en René gaat nu zien wat ze eigenlijk eerder had moeten weten. Echt hè? The secret life of... Nee. Nee, we gaan babyfoto's kijken, want ik heb natuurlijk al van alles gezien van René en videobanden en foto's en hoe kleine René'tje eruit zag. Ja, maar daar zijn foto's van mij. Hè? Ja, we gaan gewoon terug in de tijd. Naar het jaar 1930. Waar mijn moeder... ja, natuurlijk. Oh, sorry. Wow, mooi dag. Ja, 1930. Nee, we hebben... Ja, dus... jonge mama. Hebben we nog jonge foto's van jou? Ja. Thuis. Ja, meneer. Volgende ronde. Heb je niet niks kijk eens jullie, lekker van vroeger. Ah, leuk. Wie is dat? Eufemia? Oh ja, ja, dat is Eufemia. Goed zo, ja. Heb ik gewonnen. Je gaat door voor de koek. Dus die Eno die verliefd was op Elena. Claudio? Ja. Eén van die. Ja, dat zal die lang wel zijn naast Elena. Ja. Claudio. Wauw, kippetje in zijn neef. Hoi dan. Ja. Nou, daar begon ik inderdaad al wat aan te komen. Mm-hmm. Ja, maar we wachten op die cutie. Ik ben altijd een cutie. Sowieso. Zo grof. Ja,
Hier. Ja. Fuck you. Ik zag ook een foto van Nienke voorbij komen laatst met zulke vinger. Ja, ik ook. Dat lukt, hè? Nou, het alombekende waterballonnenfestijn. Dat jouw oom hummel over de rooien ging. Ja. En Nesto. Want ze werden nat, René. Ja, en, meen je niet. En dan was het ziek. Het was grapje 40 graden. God, man, nu 40 graden, je. Is dat zo, hè? Ja. Ik had er al vroeg mee. Ja. Ja, ik had toen al een paar woorden met hem. Oké. Okay. Ja. Hij zei, laat die kinderen ophouden met het water, want ze worden ziek dadelijk en mijn kinderen worden ook nat. En op een gegeven moment wou hij één luid snel geven. En zei mama, rustig. Clown. De clown. Kliniek clown. Dit ga ik vond nou wel geil, of niet? Ja. Maar mijn vader staat erop, vond dat volgens mij ook leuk van mijn moeder. Maar mijn moeder is er echt aan geopereerd aan de ogen. Echt? Oh nee, mijn man is vanuit... Hé? René? Aan de Loens oog, ja. Oh, hij is nog wakker. Hij moet nog wakker. Hij is nog een beetje aan het slapen. Nee. Hij heeft langer slaap. Ja, ik zat ook aan te kijken. Ik slaap dadelijk door tot ze eten, joh. Heel goed. Nou, en ja. Poepie-doepie. Maar ik hoorde iets van een cadeautje. Oh ja. Zal ik hem overhandigen? Ja. Alsjeblieft, luidjes voor jullie. Oh, ik ben heel benieuwd. Oh. Napoleon! Ga je zo mijn boek al plakken? Ik ken hem. Reclame. Ja. Ja, Napoleon. Boek. Napoleon! After sweet memories, hè? Sir. Misschien. Ja. Play Born to Lose Again. Apolio! Steek je hand in eigen boezem, mensen. Mooi. Voor Jesse. Zilver. Gaaf. Ja. Sterrenbeeld. Op 2 dagen, anders was hij in Waterman geweest. Ja, en nou is hij net als mij. Ja. En als opa. En als tante. Oh ja. Ja. Wow. Je vader ook. Heel mooi. Vader ook. Zijn allemaal goede mensen. Ja. Mooi hè. Mooie lammetjes. Heel gaaf. Kentucky komt nog, hè. Als hij wat ouder is. Hè? Ja, precies. Dat hij hem wat langer kan dragen. Ja, hij kan hem nou nog niet dragen. Nee. Het is gewoon echt voor als hij... Ja. Heel erg gaaf. Nee. Ontzettend bedankt. Fijn gedaan, Heel erg bedankt. Graag gedaan. Heel erg mooi. Ja. Die kleine man, hè? Ja, zo. Hij is schiet. Ja. Daar begon het allemaal. Klap hem maar open. Hoppa. Echt een mooi poen. Echt een knapper, toch? Uiteraard. Komt van mij. Ja, het is niet omdat mijn tuin zo is, maar het is wel echt een knapper melk. Nee, maar ja, ik bedoel, lijkt me vrij logisch, hè? Ik bedoel, check dit dan, hè? Ja, nee, maar goed. Ja, maar... En zo'n mama. En zo'n mama, hè? Ja, maar wat denk je van de mama? Een mooie mama. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leak. I'm too sexy for my love. Too sexy for wandelen. My love. Love's going to leak. Zo fris. Allebei verkouden. Ja. Hé, hey, daar heb je hem weer. Hij achtervolgt ons. Hé, hey, is zo'n huisje te koop, schat? Misschien leuk om vakantiehuisje te kijken. Heerlijk. Dat is echt wel vaker doen. Even lekker wandelen. Ja. Nou, je hebt wel gezien dat het deze week warm gaat worden. Dus trek je wandelschoenen maar uit de kast. Hallo grote jongen. Hoe is het? Ik ben er nou, oma. Ja. Wil jij vragen?
Wil jij ook bananen? Doe een lachje dan, hè? Ja! Abrabadada. Ik dacht het wordt zomer en kijk hoe zoiets mij. Eerst een kaart. Oh. Leuk. Wat mooie handschrift heb jij. Zo. Ja. We zijn blij dat je er bent. Hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon en Jesse Silver. Kusjes op. Heel lief. Ik kan in het boek erbij. Ja, zacht. Cadeautje, ik dacht het tot zo hoor. Kijk hier. Een schattig polootje. Oh, die is cool. Leuk zeg. Met zo'n bijhorende broek. Oh, heel erg leuk. Schattig. Heel schattig. Daar die is leuk. Hoort. Nou, dat is echt een Luca, een Luca blouse overhemd. Ja, in zijn naadje. Heb je hem ook in je eigen maat gekocht? Ja. Had ik echt wel moeten doen. Echt hè? Naast elkaar op de foto. Ja. Oh, ik ga hem hebben. Heel leuk. Heel schattig. Echt heel leuk. Ja, heel leuk. Oh, dino's. Dino's. Oh. Ja, dankjewel. Echt schattig. Ja, Tony komt eraan. Je bent een grote jongen. En Dana en Kiki waren bij en zeiden ook ja. Dat is zo, ja. Jezus. En daar zijn we. Oké. Nou. Oh, het was steeds slechter, hè? Ja, ik en mijn puist die gaan er vandoor. Ja. Ik en mijn puist. Ja. Ik, mijn puist en mijn schatje gaan er vandoor. Ik denk het niet. Nou, alles? Hebben jullie alles? Alles, alles, alles. In de auto. Nee. Wellicht. Mogelijkerwijs. Auto volgeladen. Kind erin. Ik denk dat we wat gaan karren ook in de auto schat. Ja? Ja. Ja dan. Ik heb gewoon een beetje te veel energie gekregen. Komt door het laatste hapje. Cheesecake. Ik was nog stiekem in de keuken een stukje cheesecake gaan happen. En toen ben ik betrapt. Ja. Komt niet zo. Ik had niet aan de kant. Ik had een klein hapje had ik gepakt. Zo, nou wij gaan ook lekker naar huis. Vond je dit nou een toffe vlog? Doe dan even een duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en om het belletje te drukken. En belletje drukken. En dan zien we weer bij de volgende vlog. Arrivederci. Ciao. Ciao. Doeg. Houdoe.